Welkom op dit YouTube kanaal. Ben je nieuw op dit YouTube kanaal abonneer en like en laat een commentaar achter. Vandaag zullen we het hebben over de 10 rijkste mensen in Suriname. Heel veel kijkplezier. Nummer 10 Mahinder Yogi. Mahinder Yogi geboren in Saramakka 21 oktober 1961, is een Surinaams politicus. Hij is lid van de vooruitstrevende hervormingpartij, VHP, en sinds 2004 maal gekozen tot lid van de Nationale Assemblée, DNA. Tijdens de verkiezingen van 2020 is hij opnieuw kandidaat voor de VHP in Saramaka. Maginder Yogi alleen bezit ruim 68.000 hectare domeingrond en dat maakt hem stinkend rijk terwijl de gemiddelde Surinamers niet eens voor een bouwkavels in aanmerking kunnen komen. Nummer 9 Jennifer Geerling Simons Jennifer Simons, geboren in Paramaribo 5 september 1953, is een Surinaams arts en politica. Zij werd op 30 juni 2010 gekozen als voorzitter van de Nationale Assemblée, DNA. Hiervoor was zij parlementslid namens de Nationale Democratische Partij. Zij was in twee zittingsperioden voorzitter van de Nationale Assemblée. Sinds 2010 tot 2020 was zij de voorzitter van de Nationale Assemblée. Nummer 8 Warsha Torilal Sartiu. Warsha Sartiu is 38 jaar en dochter van mega-ondernemer Dilip Sartiu. Warsha Sartiu is de enigst kind van Dilip Sartiu. Zij is de opvolger van haar vader. Haar is doel is om de eerste Surinaamse vrouw te zijn op de voorbelijst. Nummer 7 Joel Timotheus Martinez. Joel Martinez geboren in Mungo 11 februari 1982. Is een Surinaams ondernemer, voetbalclub-eigenaar, entertainer, veroordeeld drugsdealer en bestuurder. Hij is eigenaar van de voetbalclub SV Nudge in Mungo en treedt live en via social media op als entertainer en rapper. In Frankrijk werd hij bij verstek tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld als speel van cocaïnesmokkel naar Frans-Giana. Nummer 6: Melvin Bouffa. Melvin Bouffa, geboren in Paramaribo 9 maart 1982. Is een Surinaams politicus. Hij was van 2004 tot 2007 de eerste gekozen voorzitter van het Nationale Jeugdparlement. In 2010 werd hij lid van de Nationale Assemblée. Van 2015 tot 2020 was hij vicevoorzitter van het parlement. Hij wordt beschuldigd voor corruptieverhandeling met het project Naschoolse Opvang. En het gaat om miljoenen. In de zaak van nascholse opvang zijn 60 personen gedagvaard, meld openbare ministerie. Nummer 5. Paul Somoharjo. Paul Somoharjo, geboren in Paramaribo 2 mei 1943, is een Surinaams politicus en leider van Pertjaya Luhoer. Hij is ook eigenaar van een radio- en televisiestations. Werd Somoharjo namens Pertjaya Luhoer, onderdeel van het Nieuw Front, minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Sozafo... Van 12 augustus 2000 tot 14 augustus 2003. Eind 2001 kwam hij in de problemen omdat hij van de Nederlandse woninggroep Suriname 25.000 Nederlandse gulden, ruim 11.000 euro, zou hebben ontvangen, wat hij zelf ontkende. Op 30 juni 2005 werd hij de voorzitter van de Nationale Assemblée. Nummer 4: Robert Leo Amerali. Robert Amerali, geboren in Paramaribo 16 augustus 1961. Hij is de directeur, eigenaar en oprichter van Ginny P. Copy Center in Nieuw Nicarie en Paramaribo en eigenaar van Hotel Amirali in Nicarie dat hij van zijn vader erfde. Van 1996 tot 2010 was hij voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Op 19 juli 2010 werd hij door de Nationale Assemblée gekozen tot vicepresident van Suriname. Door de samenwerking van de megacombinatie, 23 zetels, de A-combinatie, 7 zetels, en Volksalliantie, 6 zetels, van respectievelijk Daisy Boutersen, Ronnie Brunswijk en Paul Somoharjo. Nummer 3 Dilip Sartiu. Dilip Sartiu, geboren in Commerwijnen, 11 november 1949, is een Surinaams grootondernemer en politicus. Hij is eigenaar van de Rudisa Group of Companies NV en medeoprichter van de Basispartij voor Vernieuwing en Democratie, BVD. Rudy Dilip Kumar Sartiu begon zijn carrière kort nadat hij de middelbare school had verlaten. Hij begon als kleine handelaar en richtte Rudisa International op in 1975. Hij was toen 25 jaar oud en was eigenaar van meer dan 17 nationale en internationale bedrijven. Dilip Sartu netto nettowaarde is 17,5 biljoen Amerikaanse dollars. Hij is op 15 januari 2023 overleden in Nederland. Nummer 2 Chen Santoki Chen Santoki, geboren in Wanika 3 februari 1959, is een Surinaamse politicus en voormalig politieagent die sinds 2020 de negende president van Suriname is. Na het winnen van de verkiezingen van 2020 was Santoki de enige kandidaat voor het presidentschap van Suriname. Op 13 juli werd Santoki bij acclamatie tot president gekozen bij onbetwiste verkiezingen. Hij werd ingehuldigd op 16 juli. In september 2005 werd Santoki beëdigd als minister van Justitie en Politie in Suriname. Nummer 1: Ronaldo Ronald Venetiaan. Ronald Venetiaan, geboren in Paramaribo 18 juni 1936, is een voormalig Surinaams politicus. Hij was in twee perioden 15 jaar staatshoofd en hiermee de langstzittende president van Suriname. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te abonneren. We zien elkaar terug bij de volgende video. Welke video moeten wij nu maken? Laat dat weten in de comment.